zijn machinefabriek Boezekol en dat is een machinefabriek in de breedste zin van het woord. Over het algemeen maken wij grote producten en doen een constructiewerken en verspaning. We doen dat voor een breed spectrum aan klanten in heel veel industrietakken. Het gaat van oil en gas naar ruimtevaart, naar vliegtuigbouw en medische toepassingen, you name it. Voor ons is het van levensbelang om nieuwe medewerkers op te leiden. Het is een traject wat veel tijd en aandacht kost. Maar ja, zonder medewerkers is het bedrijf niets waard in de toekomst. Dus wij doen veel aan opleiding. En dat gaat van VMBO tot HBO tot universitair. BBL-trajecten, BOL-trajecten. En zo proberen wij onze nieuwe medewerkers klaar te stomen voor de toekomst. Bij bestaande medewerkers is er ook altijd ruimte voor opleiden. Door te blijven opleiden krijg je dat medewerkers gemotiveerder zijn, nieuwe uitdagingen hebben en daardoor gewoon het werk als leuker ervaren. En dat is goed voor iedereen, de medewerker, maar zeker ook voor het bedrijf. Met opleiden voorkomen we de gevleugelde uitspraak, dat heb ik toch altijd zo door. En daarmee kom je dus niet verder, vandaar dat je moet opleiden. Want dan komen we wel verder. Ja, we kregen het bericht dat we als bedrijf voor de OM Award genomineerd waren. En ja, dat is natuurlijk altijd leuk om te horen. Zeker omdat we als bedrijf ook heel veel effort in opleiden van nieuwe medewerkers stoppen. En ja, dan is dat een extra waardering voor al die tijd en energie die erin stopt.